Hey, Robbie en Mitchell, zeg ik het goed? Ja. Yes. Zeg, ja, jullie waren eerder deze week al even in het nieuws, want tot de verbazing van veel Middelburgers zijn de twee jongens uit Breskens de nieuwe eigenaars van Zenk op de markt. Klopt, ja. En nou ja, ten eerste van harte gefeliciteerd. Ontzettend leuk. Ja. Het is jullie tweede zaak, als ik het goed heb gelezen. Ja, ja, dat klopt. Want vertel eens, wie zijn jullie dan precies en wat hebben jullie tot nu toe gedaan? Ja, ik ben Mitchell, ik kom officieel uit Vlissingen. Mijn 16e verhuisde richting Schoondeken en sinds kort in Breskens. En ja, we dachten we gaan eens een keer de stap over terug over het water om wat te beginnen voor onszelf. Ah, ja, jij dan toch wel, zeg maar. Ja, maar jullie hebben in Breskens samen, hebben jullie al een restaurant? Ja, ja. Ik ben Robbie. Ik ben opgegroeid in Schoondeken en ja, we zijn nu 4 jaar bezig in Breskens. En ja, we hadden zoiets van... Ons dagelijks kost. Ons dagelijks kost, ja. Breskens op het Spuiplein. En wat is dat voor soort restaurant? Een speciaal biercafé. En dan daarbij ook gewoon eiertijdse gerechten. Makkelijk. Eetcafé, restaurantachtig. Ja, een beetje. Ja. En dan in combinatie wel met speciaal bier, ja, natuurlijk. En jullie zijn dan ook allebei de kok? Of is de een barman en de andere kok? Of, Barman, kok. Oké, okay, helder. Ja, ja. En jullie zijn ook maten van elkaar, neem ik aan. Ja, dat is, ja, ja. Dat is ook belangrijk, hè? Ja. Dat is ook belangrijk. En jullie zijn 4 jaar daar bezig en inderdaad nu terug naar Walcheren. Wat zijn de plannen met Zenk? Want jullie hebben alle namen, het heet nu Markt 21. Ja, ja. Maar verder, wat zijn de plannen? Kan je daar iets over zeggen? Het basisconcept is een beetje hetzelfde als in Breskens weer. Gewoon een laagdrempelig, veel voor gezinnen, voor jonge mensen, oude mensen ook. Of weer een beetje met bier gaan werken, niet zoveel als bij ons op het moment, want daar hebben we ruim 90 soorten. Zo. Sinds gisteren onze eigen gebrouwen pils ook. Met onze als kostlogo erop, et cetera. Dus kan je hier ook krijgen. Oké. Die nemen we weer om te proeven. En ook gewoon dezelfde basis, zeg maar. Gewoon gaan kijken wat wil de Middelburger hebben en wat wil de stad. Nou, we hebben wel een basisconcept, maar vanaf daaruit hebben we gewoon aan de wensen van de mensen gaan kijken. En we zullen zien wat we uitkomen. Ik denk wel, even erbij zeggen, de kaart is beperkt, waardoor je altijd vers kan leveren. Dat doen we in Bresjes ook. Altijd vers, gewoon toegankelijk, een hele schappelijke prijs. Ja, waardoor mensen zeggen, hey, daar hebben we eten, het was gewoon goed. Ja. Dan gaan we los naartoe. En dat moet je een beetje zien te creëren. Ja, ja, duidelijk. En we hebben ook best wel vis aan kunnen terughalen, zeg maar. Vis. Ja. Ja. Ik heb het idee dat er niet zoveel vis is, veel vis is in Middelburg. Maar dat nee, daar is wel net iemand ook bezig, dus er komt weer een klein beetje beweging op dat vlak, maar dat heb je nou, een vishakje was wel gelukkig zaken op het plein hier. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is wanneer willen jullie open gaan, weet je dat al? 2 juni, in het weekend voor volkorenweekend of korenweekend. Het volkorenweekend, dat is gelijk een heel druk weekend. Ja, dat is gelijk alles of niks dan 2 ja, juni. Ja, ja, ja. Je mist nu net het hemelvaartsweekend, ja. Dat is ook altijd heel druk, ja, in de stad. Maar goed, dat is niet anders. Want jullie hoeven niet heel veel te verbouwen, neem ik aan? Of nee, het pand is gerenoveerd in 2007, volledig. En dat zie je ook wel, daar hebben ze ook niet echt op bespaard als ik het zo allemaal zie. Dus het is voornamelijk gewoon schilderen. Ja. We gaan wel een nieuw terras neerzetten. Dat ook. Want het moet wel een beetje fris ogen. Ja. Ja, en een nieuwe raam dus op de gevel. En een nieuwe alle spullen, de huisstijlen en zo. Ja. Ja, ja. Zijn er nog andere dingen die jullie nog mee willen geven bij deze eerste kennismaking? Ja, gewoon langskomen. Gewoon proberen. Ja, dat is het wel. Ja, we hebben er zin in. Nou, dat is goed om te horen. Welkom in Middelburg, heren. En we spreken elkaar wel tegen de tijd dat jullie open gaan hier. Yes, dank je.